De vorige keer zagen we hoe Sint-Oederode in feestvreugde verkeerde op Dolle Dinsdag. Te vroeg gejuicht. Maar uit de reacties van de Duitsers was wel op te maken dat zij wisten dat hun uren geteld waren. Vandaag dus deel 4, de bevrijding van Roy. De rust lijkt wedergekeerd in het dorp, maar dat is schijn. Veel ooggetuigen spreken van stilte voor de storm. Op 10 september komen in beslag genomen Belgische vrachtwagens hier het plein op gereden, vol met munitie en soldaten. En dat gaat allemaal de jongensschool in die hier stond. 13 september 1944. We zitten achter het café buiten thee te drinken. En horen ineens een heel laag, fluitend geluid, gevolgd door een knal. We rennen door de gangen naar de markt, maar alles ligt vol glas. Alle ramen zijn kapot. We zien een heel grote stofwolk bij de kerk. Het is één grote ruïne. Er zat een mof in het café zijn brood op te eten toen de bom viel. Hij veegde met zijn mouw het glas van de tafel en at rustig verder. "Waarom die kirche?" mopperde hij. Daar de kerkje staan, die uitbouw, die oude gedeelte, daar is die bom naar terecht gekomen. Die kant. Wim Abe, dat was de zoon van de Eda toen, Wim Abe, die kende wel. En die hadden we een bolderwagen en dan zouden we rond de kerk, lopen, dan zouden we gaan doen wie het vluchtste mee in een bolderkar rondreed. We maakten hem in de kerkstraat en toen waren we aan deze kant van de kerk. Toen liep er van die bolderwagen een wiel af. En toen konden we niet verder. En terwijl we dat wiel aan het maken waren, viel aan de andere kant een bom. En daar hebben we altijd gezegd, dat is de voorziening Gods geweest. Anders waren we dus aan die kant van de kerk geweest. De pastoor van de kerk was natuurlijk helemaal in rouw, mag je wel zeggen. Wat een kerk, wat een ramp. Maar de ramp had veel groter kunnen zijn. Als die piloot de school had geraakt, dan had Werner van het hele centrum uit Sint-Oederode was niets meer overgebleven. Op 14 september kreeg ik tot overmaat van ramp een officier in kwartier. De grote baas, de oberleutnant van dat stelletje boeven. 'S nachts om 12 uur kwam meneer aan. Ze hadden onze meubels opzij gezet en daar zetelde dan het opperzwijn met zijn spullen. Dan wordt het 17 september 1944 en dat zal een van de belangrijkste data worden in de geschiedenis van Sint-Oederode. Het is een zondag en hoewel de kerk zwaar beschadigd is, gaat de mis natuurlijk wel gewoon door en wel in het Martinushuis hier achter me. Maar als de mis is afgelopen en de mensen komen naar buiten, dan horen ze gronk in de lucht. En toen op een gegeven moment kwamen allemaal straaljagers, van die jagers, Engelsen, die kwamen allemaal over die dommel gevlogen om te kijken of die bruggen intact waren. Het waren in eerste instantie waren het, wij noemen dat jagertjes, er waren spitsvijers naar de rand, die hier waren een geweldig kabaal. En die deden militair hier was, probeerden ze uit te schakelen, want 's middags moesten ze uiteraard die fascisten komen naar de rand. En er werden dus rond een uur of één werden het allemaal grote van die Dakota's kwamen erover en die gingen ringtjes om. En toen was het zo geweldig. Hebben ze dus moeten staken. Die is niet doorgegaan. Ja, dit is het pamflet. Dat werd voor de landingen werden die verspreid op de zuiden van de grote rivieren. Mensen, let op, er is iets aan te komen. Dus wat er aan te komen wisten de mensen ook niet. Maar dit pamflet komt ook uit Sint-Oederode. Dus dat is kort voor de landingen. Zijn die gedropt door de Engelse vliegers. En dan hoor ik onderhand iets opkomen. Nou, zoiets heb ik nog nooit gezien. Die invasie met politie tussen. Godverdomme, we gingen op ons rug liggen. Dan kan het niet te groot worden. Maar die massa vliegtuigen. Nou, ik heb dit gezien. Dus
Ik heb nooit, maar het was gevaarlijk, zo'n schoolspel gezien. Ja. De soldaten die zaten daar in de school, die Duitsers wisten niet wat ze moesten doen. Ze zijn in paniek. En toen zijn we dus bij elkaar gekomen en we zijn dus naar de kelder gegaan. Ja, er kwamen mensen overal genoeg buiten gelopen. Bevrijding, weet je niet. Hè? Dus kijk eens, de parachutisten, de Amerikanen. En ja, dat was natuurlijk een heel warboel natuurlijk ook. Hè? De mensen dat toch geweldig vonden. 17 september 1944. We hoorden een geweldig geronk en renden zo hard we konden naar buiten. En jawel hoor, een heleboel vliegtuigen. En toch zo laag, ze vlogen allemaal achter over de nul. Ik heb ze nog nooit zo laag gezien. Het leek wel of je ze zo kon grijpen. Op een gegeven moment zagen we alsmaar parachutisten. Het was een prachtig gezicht. Een mengelmoes van kleuren. Rood, wit, blauw, groen, oranje en gecamoufleerd. Nou, de parachutisten, het waren vrijwilligers, dus het was ook een elite troepen. Nou, deze parachutisten, dit is een volledige bepakking voordat ze de vliegtuig instapten, of als ze de vliegtuig instapten. Dus ze werden uitgerust met een chestpack, de noodparachute, met een foedraal waar het geweer in zat, plus qua uitrusting. Er zijn ook speciaal de dolk die ze aan haar been hadden zitten. Dus als ze ooit in een boom terecht kwamen met de chute, dan konden ze de koorden van de parachute makkelijk doorsnijden. He's the funky wookie bugle boy of Company B. Zondag 17 september. Gisteren had onze oppermof een stuk vlees van 6 pond meegebracht dat we op zondag zouden eten. Betje was net voor het eten aan het zorgen toen er een sectie Engelse bommenwerpers boven ons kwam. De bommen gierden en roffelden dat horen en zien verging. Dit duurde tot 1 uur. Om 2 uur kwam de vetzak opdagen. Hij gaf nog een paar flessen wijn. Alsof hij wist dat dit zijn galgemaal zou worden. Ik zei tegen hem, de Tommy zal vandaag wel niet meer komen. Hij zei, das weiß ich nicht, aber sonntags soll es ruhig sein. De woorden waren amper koud of wij hoorden weer vliegtuigen. Hij rende naar buiten. Fallschirmjäger. Ik heb hem niet meer gezien. Alle mogelijke kleuren parachuten. Maar ja, dat was dat een heel leger door. In de zon zei hij. Ja. En door de kleur van de parachuten kon je dan zien wat er aan hing. Door deze munitie of door dat. Ik tekende ze met gekleurde parachute. Ja, dat was heel mooi, van allerhande kleuren. Allerhande kleuren. Ja. Maar die hadden allemaal een functie. Ja. Bepaalde kleuren, die waren dan ook bij. Als ze iets moest hebben, zeiden oh ja, die kleur, door oh. Moeten we zetten. Dus je had dus een hoofdschut, dat is deze camouflage-schut. Die bestond uit 28 segmenten. En de doorsnede, dus het was een behoorlijke doorsnede. Dus de noodparachute, dat is die witte. Die witte chute, die bestond uit 24 segmenten, dus een heel stuk kleiner. En ook qua diameter. Dus heel vaak, als ze de vliegtuigen ingingen, dus ze werden gecontroleerd, ze moesten de noodparachute bij hebben. Maar kwamen ze de vliegtuigen in, het eerste wat de meeste para's deden, dat ding weggooien. Want dat was een last en ze hadden er toch niks aan. Want als ze de noodparachute moesten gebruiken, dan... Ja, dan wisten ze van tevoren al dat ze toch doodvielen, want de uitrusting was zo zwaar. Plus de diameter van de parachute was te klein om die last te kunnen dragen. Dus dat was het eerste wat ze weggooiden. De blauwe chute die werd gebruikt voor levensmiddelen en lichte materialen. De gele chute die werd gebruikt voor medicamenten. De containers die je daar ziet, dus die werden aan gele parachute gedropt. Omdat dat voor de medische toestanden waren. En je had ook nog benzine. Die werden aan parachutes gedropt, maar die waren van katoen. Er waren geen nylon parachutes, maar die waren van katoen. Dus je kunt ook zien aan de helm, hier opzij. Dus elk onderdeel van het 101
had een markering op zijn helm. Dan kon je gelijk zien bij welk regiment dat ze zaten. Dus je hebt, dit is een hart. Dus dat is van het 502e regiment infanterie 101e Airborne Divisie. Onder andere Sint-Oederode bevrijd. Dan heb je het 506. Die hadden een Skoppe. En het 501, die bij Eerderlanden en Veghel bevrijden, die had een Ruit. Vliegtuig na vliegtuig komt over. En de lucht is bezaaid met parachutisten. Kijk, kijk, riepen we allemaal tegelijk. Maar er gebeurt nog meer. Iets ongelooflijk ontrolt zich voor onze ogen. Grote vliegtuigen vliegen twee aan twee over. Elk een zweefvliegtuig trekkend. Boven het dorp maken ze de kabels los. De zweefvliegers komen pal achter Sint-Oederode neer in de velden tussen Nijnsel en Son. Het beneemt ons de adem. Dat de bevrijding iets groots zou zijn, dat hadden we al geruime tijd aangenomen. Maar deze operatie gaat ieders begrip te boven. Die zweefvliegtuigen, de eerste dag, dus zondags 17 september, zijn er 70 geland. Of 70, er hadden er 70 aan moeten komen, maar er zijn er 68 aangekomen. Dus er zijn er twee zijn er verongelukt of noodlanding moeten maken. Dus en de dagen daarop, dus de 17 september was zondags. En maandag zijn er heel weinig geland, omdat in Engeland was het dichte mist, ze konden niet opstijgen. Dus dinsdag was het weer beter en dat was me goed ook, want het zwaarder materiaal, het geschut en zo. Dus dat stond nog in Engeland en dat hadden ze hier hard nodig. Toen zijn er rond de 600 nog geland, plus minus. De geraamte, dat was gewoon een stel buizen aan elkaar gelast. Het was eigenlijk niks op zijn eigen. En de bodem die was van hout. Er was ook ontzettend veel triplex in verwerkt. En het Formica was toen opgekomen. En die controles die je hier allemaal ziet, er liepen kabels overheen. En met die kabels kon je de neus omhoog trekken en de roer besturen. Als die zweefvliegtuigen los waren, dan lieten die de Cortas, dat waren de trekvliegtuigen, die lieten die kabel los. En er zaten twee ijzeren ballen aan. En die kwamen zo in een boog naar beneden. En die gingen wij wel eens even halen. Maar je moest wel met vier mensen zijn om die kabel te halen, want die waren zo verschrikkelijk zwaar en lang en sterk, want dat waren hele sterke kabel. Toen die parachutisten hier op de Zonse Haai vielen, en daar kwamen ook die gliders aan, hè, die hongen aan die vliegtuigen en die landden hier ook. En dan op een gegeven moment, toen na een paar dagen daar vrijgegeven wordt, dan gingen wij als jongetjes van Sint-Oederode naar de Zonzeij toe. Gingen we die gliders slopen, hè? Want er zaten katrolletjes en er zaten touwtjes en er zat alles in. En dan namen we mee. Maar ja, die boeren die kwamen mee in erdkar en die luiden al die parachuten op. Hè? En later, toen verkochten ze die en dan maakten ze kleren van. In 1944 was alles was een behoefte naar, dus had ik geen materialen meer, dus had ik geen stof, alles was verdwenen. En dus ja, die landing op de Zonse Hei voor de mensen uit Sint-Oederode was gewoon geweldig, want ze hadden weer stof, ze konden weer breien, ze konden weer gaan naaien. Alleen het was heel moeilijk om van die zijde, om daar iets van te maken, omdat het heel glad was, ze konden het bijna niet naaien. Dus die sok is eigenlijk gemaakt van parachute? Die is van koorden gemaakt, van de koorden van een parachute. In mijn verzameling heb ik nog een trouwjurk die gemaakt van parachutestof, een possessiejurkje, een doopjurkje. Er werd eigenlijk van alles van gemaakt tot bedden overtrekken toe. De tweede dag, wij gingen kijken naar die landing, maar we kwamen niet verder dan Wolfswinkel. Er waren al twee boerderijen afgebrand de dag van tevoren. Er stond een grote keukenwagen. Nou, we wijden uit die keukenwagen, lusten jullie rijst. Wij hadden nooit gereisd gezien. Wij waren van net voor de oorlog. In de oorlog waren er geen producten als rijst of cacao of wat dan ook. Nooit gereisd gezien. Hij had stijf rijst met krenten en kaneel erover. Hij snijdt er een paar schijven af en wij hap. En een beker chocolademelk, die kenden we ook niet. We hadden alleen van die surrogatenmelk. En wit brood. Dat was wit brood. Dat gebruikte hun. Nou, dat was fantastisch. Terug naar 17 september 1944. De dag dat Sint-Oederode als een van de eerste dorpen in Nederland wordt bevrijd. De bevrijdingsactie maakt deel uit van operatie Market Garden. Deze operatie is de grootste luchtlandingsoperatie ooit. En bedacht door generaal Montgomery. Hij had een ambitieus plan
om een smalle corridor te veroveren met een aantal bruggen op weg naar Arnhem. Zodat ze om de Duitse Siegfriedlinie heen kunnen trekken en het Duitse Ruhrgebied in kunnen nemen. De oorlog zou dan met kerst al voorbij kunnen zijn. Ja, het was een prachtig terrein natuurlijk voor vliegtuigen. Het was een vlak terrein. En er kwamen duizenden vliegtuigen, gingen dus mee. En die moeten een landingsplaats hebben. Het was een hele groot stuk grond zonder weinig hindernissen. En daardoor was het ideaal. De 101e Airborne Brigade was uiteraard verdeeld in compagnieën. En de B-compagnie van de 101e Airborne, de Screaming Eagles, hadden de opdracht om, onder leiding van Captain Fitzgerald, hadden de opdracht om dus de bruggen te veroveren in te beginnen bij Sint-Oederode, Veghel, Graven en dan zo naar Nijmegen en hopend dat ze op tijd in Arnhem zijn, waar dus een heftige slag aan de gang is. Om een uur of twee, half drie, kwam er bij ons een militair op de brug zitten. Gewoon op de leuning van de brug, maar er was verder niks. En ik loop naar binnen, ik zeg, daar zit een soldaat. Ik zeg, maar die heeft zo'n gekke kleren, die is anders dan anders. En dat was het nieuws van Amerika. Aan de heren stonden naar buiten en dan bij Pieter Robers kwam een stel Duitsers achter thuis uitgelopen. En hier werd het gewoon daar neergeknald. Dat wij dus waar gebeurde, maar toen gingen we toch wel weer naar binnen toe. Want... Ja, die zijn daar ook een beetje aan het rondlopen natuurlijk allemaal, die Amerikanen. En ja, op zoek naar die Duitsers. En dat liep overal rond de huizen en achter de huizen. En er was gewoon één drukte eigenlijk allemaal. Maar toen liep er rechts van ons, bij de buren, liep ook nog zo'n soldaat. Ja, een Duitser? Ja, een Duitser. Er liep ook een Duitse soldaat en... Je wou de Engelsen hebben dat hij dan overgaf, maar hij gaf zijn eigen niet over. Hij liep wel om hulp voor zijn familie, maar hij gaf zijn eigen niet over. En toen was het meteen gebeurd met hem. Die Amerikanen die zagen mee een paar bomen om, toen ze bij ons aan de weg kwamen. Hè. Maar toen kwamen een paar tanks aan en die lieten ze mooi rijden, want daar konden ze natuurlijk niks aan doen. En achter die tanks kwam een luxe wagen, die pakten ze wel. En dat was de ortscommandant van Eindhoven. En toen kregen wij de kleren die erin zaten en de tabak. Maar het wagentje hield ze zelf natuurlijk. Hè. Ja. En toen zagen ze boven op. Toen viel de boom op de weg, kon er een man met door. Maar toen konden ze zelf ook niet meer door een auto. Hè. En toen hebben wij ze door het Evers zo achterop zo naar Rooi gebracht. En toen stond er op de brug van die SS-mannen op wacht. En de ene kwam met geweer. Ik zie hem nog komen. Hij met... Dan was je schoten vanaf. En dan dacht ik, en dan liep me tussen. Maar het had totaal geen rimmel eigenlijk van wat ik allemaal deed. Hè. Nou, die Duitsers, dat waren gelouterde soldaten. Die kwamen uit de Mandië en wisten precies wat er allemaal kan gebeuren. En wilden tot het einde doorvechten. Het ging redelijk goed op het centrum, op de markt. Maar ze gingen op de weg, gingen zich verschuilen. Kwamen op het kerkhof terecht, die Duitsers. Verschuilden zich achter de zerken. Ja, en eigenlijk moesten die Amerikanen rij voor rij van het kerkhof moesten ze de Duitsers verslaan. Dat gebeurde dus ook, maar daar vielen dus ook, zeker bij de Duitsers, diverse doden. En ook bij de Amerikanen wat gewonden. En als ik dan hier naar die muur kijk, kan ik daar dan... Ja, dat zijn dus de restanten nog en de overblijfselen van het gevecht wat hier plaatsgevonden heeft, ja. Met de kogelgaten. Doordat de Duitsers op sommige plaatsen nog fel verzet boden, was het gevaarlijk om je op straat te begeven. Veel inwoners van Sint-Oederode bevonden zich tijdens de bevrijding in schuilkelders. Er waren mensen die zelf een schuilkelder hadden, maar er waren ook grotere schuilkelders, zoals die bij Nutritia, onder het Martinushuis of hier onder de kerk. Daar verbleven veel mensen uit de Kerkstraat, waaronder Jos Kuipers. Je kwam hier binnen en dan liep je zo en dan ging je rechts af. Ik kan er nog komen, nog niet meer. Nou, je kunt hier tussendoor lopen. Oh, wacht. Kom maar. Wat is het? Kom, we hebben hier een installatie hierop.
Maar dit was eigenlijk maar het voorgeborgde toen van die kelder. Want dat is hierachter zit inderdaad nog een grote ruimte. Ja, die was toen, daar zaten die mensen in. Hè. Ja. Dus, we hadden, ongeveer 30 mensen zaten we hier in de nodig in. Dus, we zaten dus op een gegeven moment zondagsmiddags hier in de kelder met 30 man. En het werd steeds, kwam het geweervuur en de kanalen en dan kwam steeds dichterbij. En toen bleek dat hier op het kerkhof, zijn ze aan die kant zijn de Amerikanen over de gracht gekomen op een of andere manier. En van die kant af, daar stond de school. Die zat vol Duitsers en die gingen hier eigenlijk tussen die graven zitten. En er werd alleen geschoten, maar wij zaten uiteraard onder in de kelder. We zagen daar niks van. Toen op een gegeven moment, een uur, 3 's middags, toen werd er met geweld die deur daaronder. Die werd ingetrapt. Schopte naar beneden en toen kwamen er 2 Duitse soldaten, die kwamen binnengevlucht. Die hadden hier de geweren neergegooid en één had er nog een pistool bij. Die stook hier boven in zijn zak. En die liep naar achter en liep tussen de mensen in en ging tussen die burgers allemaal in, gingen ze inzitten. 2 soldaten, bibberen ze, waren echt helemaal overstuur. 10 minuten aan de rand of 5 minuten aan de rand, ik weet het niet meer precies. Toen kwam en in werd die deur opnieuw ingestampt en toen stond er, toen kwam er een soldaat, een figuur, we konden het niet voorstellen, maar het was een parasitist die voor allerhande toestanden had, dat wisten niet wat we zagen. En die kwam dus daaronder bij die deur staan en die zo met zijn vinger, zo deed hij die duizend, zo dacht dat hij zo'n grote vinger had. En toen gingen we kijken en er stond dus op die trap hier, er stonden dus helemaal, op elke trap stonden een Amerikaan en die hadden het geweer op elkaar schouders liggen. En toen die kwamen, die Duitsers, die kwamen ook, die 2, die kwamen, ook naar, die kwamen er ook naartoe. Maar zo gauw toen ze dus bij de onderste waren, toen vlogen ze met een vaartje naar boven, liepen ze weg, liepen ze hier naar, langs die rij Amerikanen naartoe en er stond er eentje bovenaan. En die gaf die Duitsers met zijn vuist een op. Lawaai en ze vielen allebei terug, rolden ze naar beneden toe en begonnen ze te huilen. En dan zeiden ze, oh, ik ben geen Duitser, ik ben in Oostenrijker en ja, alles bij elkaar. En toen gingen ze eruit, gingen ze hier tegen die muur en ze gaan staan. Dat was aan de zand hoor. En dan moesten ze hun hand omhoog doen en dat wouden ze niet doen. Toen, op een gegeven moment schoten ze naar beneden in de voet of voor de voet. En toen hebben ze dus toch de hand omhoog, toen hebben ze een kruisje van gemaakt. Ja, ik zou die jongens nog wel eens willen zien, want ik denk dat het van, dat ze, nou, ik denk de jaren 18, 19 waren. Dus we moesten er allemaal uitkomen. Amerikaan, toen zijn ze allemaal hier tegenaan, moesten we dus allemaal, ook de kinderen, moesten allemaal. De kinderen moesten op de hurken zitten met de handen omhoog en terwijl hier alles knalde en schoot en alles. Ze hebben niet tegen de muur geschoten, maar dat was. En toen gingen ze die kelder helemaal onderzoeken of er nog meer waren. En toen hebben we terug erin gegaan naar de rand. 18 september 1944. Tussen de beschietingen door worden gesneuvelde soldaten binnengebracht. De eerste, een Amerikaan, nog maar enkele uren nadat hij uit de lucht is neergedaald. Hij stierf in de kloostertuin. Even later volgde nog een Duitse soldaat. Beiden werden in de dodenkapel naast elkaar gelegd. De stroom slachtoffers houdt aan en de dodenkapel is te klein geworden, waardoor we de doden hebben gestapeld. Ik stond verstomd hoe 2 zusters de moed hadden om de soldaten na te zoeken en handgranaten en dergelijke heel koelbloedig uit hun zak peuterden. Ze moesten daarbij over de doden heen stappen. Ik zag hoe een soldaat wel 10 handgranaten op zijn buik had liggen. Ik heb me omgedraaid. Het was te akelig. En dan gingen we bij die Amerikanen mee, wij wisten veel beter de weg, op die vrachtwagen. En dan werd er weer munitie gedropt. En toen gingen we mee in de haai, munitie opgehouden en daar werd er geschoten van die Duitsers. Maar dat gaf niks, want wij konden ook terugschieten. En eten ophalen.
Ik weet niet hoeveel Amerikanen er bij ons waren. Maar de Amerikanen gingen altijd met z'n tweeën op patrouille. Hè? Toen kwamen later de Engelsen en die gingen met 20 man. Maar de Amerikanen met z'n tweeën. Nooit meer. En op een gegeven moment kwamen ze morgens in en terug. En als ze een vriend had die op zijn rug hangen, had ze doodgeschoten. Had die jongen die kwam teruggejaagd, maar die had wel zijn vriend bij hem. Die Amerikanen die gingen dus die trap op daar. En dan kwam ze in dit is een wenteltrap, die gaat naar boven toe, tot boven die raam. En daar staat een ladder. En als je dan daarop gaat, dan zie je van die hangplanken. En dan kom je boven in de gewelven, dan kun je helemaal de kerk lopen. En daar zaten toen de tijd, nog naar de raam bleek, 13 Duitsers, die waren daar ingevlucht. En die lieten merken dat ze er zaten door op het schoolplein te schieten. En ik denk dat ze dus een witte lamp of zo, want anders gingen ze niet zo gerust naar boven toe. En die zijn er toen uitgekomen, die Duitsers. En zo liepen ze hier. Ja, en toen viel er bij ons al in Zwever. Die schoten zelf, bij die Zwever zelf, voor Arnhem waren die bedoeld. Hè? Ja. En die schoten zelf en die kwamen bij ons achter in de haai terecht. Hè? En ja, die soldaten wisten het ook niet meer worden, want ze wezen aan Arnhem en wij wezen aan de andere kant in. En toen hebben ze mee in de schip, mochten mee in de schip en hebben ze naar Amerika aan ook gebracht. En toen kregen we van thuis ook een zoon meer natuurlijk. Maar we waren er altijd bij. 17 september 1944. De markt was zo vol. De Amerikanen gaven doosjes vol sigaretten weg met 4-5 tegelijk. Onbegrijpelijk. De burgemeester kreeg zijn ambtsketen weer om nadat hij eerder 2,5 jaar geschorst was geweest. Hij werd luid gefeliciteerd en wij maakten een rondedans om hem heen. Toen kwamen de soldaten zeggen dat de mensen weer naar binnen moesten. Een officier zei tegen de inwoners: "Jullie zijn er nog niet." Hij had gelijk, want kort daarop knalde het weer vervaarlijk. Een grote groep Duitsers naderde van achter het Oderklooster en van daaruit schoten ze het dorp in. De markt was in korte tijd helemaal verlaten. Hoewel de inwoners hun vrijheid al vieren, is voor de Amerikanen het gevaar nog niet geweken. Zij zitten nu op een eiland in bezet gebied en moeten dat gebied verdedigen totdat de Engelsen hen komen aflossen en versterken. Ondertussen zitten de Duitsers nog steeds akelig dichtbij. Hier in kasteel Henkeshagen richt generaal Maxwell Taylor een tijdelijk hoofdkwartier in van de 101e Airborne Divisie. De brug die was absoluut de noodzaak voor het zware werk, tanks, om de opmars verder te steunen. Helaas vergisten de Amerikanen zich een beetje en bleek dat hier een hele sterke ploeg Duitsers zat. En die hebben ze toch zeer lang bezig gehouden. Het ging de hele nacht door. En gelukkig, schoten de Amerikanen een vrachtwagen met munitie van de Duitsers die in de tuin van de kolk stond, raakte ze goed, vloog in de brand, ontplofte, veel slachtoffers, krijgsgevangenen en vluchters. Ja, en toen keerden de kansen zogezegd. De Amerikanen kregen dus de overhand en de Duitse gevangenen die zich in het gevangenhuis hadden, werden ingezet bij allerlei zeer vervelende klussen. Onder andere de brug versterken die absoluut, zoals er nu bij lag, geen tank zou kunnen dragen. Dus dat moest weer hersteld worden, balken. Ja, en dat moesten de Duitsers doen, Duitse krijgsgevangenen. Ja, en toen dat allemaal gebeurd was, kwam er toch een bizarre opdracht van de Amerikanen. De Duitsers moesten zich als een levend schild tegen alle conventies in, moesten die op die balken liggen om zo hun Duitse collega's tegen te houden. Want je gaat niet op je eigen manschappen schieten. Neefs van mijn vader, twee jongens, die zijn ook bij ons geweest, die zaten ook in de leger. Die waren, neefs van mijn vader, die zijn naar Amerika geëmigreerd. En die jongens zijn in het Amerikaanse leger gekomen. En die zaten ook bij die eerste troepen. Twee jongens, en die praten Hollands ook. En toen kwam eruit dat de jongens waren van neefs van zijn vader. Bij de gedurfde operatie Market Garden is alles erop gericht om zo snel mogelijk bruggen te veroveren tot aan Arnhem. Dit zorgt voor een enorm langgerekt front, die soms niet breder is dan de weg.
en moeilijk te handhaven is. Het duurt dan ook niet lang of de Duitsers plannen een tegenaanval. En op 23 en 24 september vindt er een grote slag plaats hier op de Koevering, waarbij de molen die hier stond verloren gaat. Met die doorsteek, daar weet je wel, toen op de Koevering. En de eerste doorsteek was tussen Veghel en Uden. Toen zijn er 92 Amerikanen gesneuveld. En 300 ongeveer gewond geraakt. Alleen toen op die plek. En later, een week nadien, toen kwamen ze, hebben ze dus een doorsteek gemaakt, zeg maar, vanuit de Koevering. Dus tussen Rooi en Veghelim. Bij ons, daar hadden de boerderij zo staan. En daar hadden hier de schuur zo staan. Zo. En op een gegeven moment kwamen er 6 van die carriers aangereden. Hè? En die hadden allemaal die hoe heet het, die kanonnen, dus zo'n ding bovenin de oude. Ja, ja. En die werden daar opgesteld. Maar toen moesten ze een vuurleider hebben. En het is godverdomme, het was altijd hetzelfde. Of die Amerikanen, dat wisten ze. Mee, moest mee. Boven op een strooi naar het dak. En hij met die grote helm, de dakraam eruit gedaan. En toen kon hij best op het dak en toen gaf hij vuur. Maar die pijpen die stonden bijna recht omhoog. Hè. Want dat vuur, dat moest een paar 100 meter verder terugkomen. En s'nachts om 12 uur lieten ze de carriers en ze lieten alles achter. En ze waren weg. De Duitsers kwamen zo kort bij. Hè, die kwamen boeren, ja, laat zeggen dat ze 200 meter verder waren, die Duitsers. Hè. En toen trokken de Amerikanen eruit. En toen morgens zijn ze schietende teruggekomen. Maar de Duitsers zijn niet bij ons geweest, want dan gaan zij de carriers wel meegenomen. Hè? Maar die zijn niet bij ons geweest. Nee. Nou, er lagen toen het afgelopen was, dat gevecht, er lagen een stuk of 40 vrachtwagens kapot. Er lagen een stuk of 8 tanks kapot. Goed, ik was vrij gevochten toen. En daar zijn toen ook een 30-tal militairen gesneuveld. Ja, en ook veel Duitsers zijn er. En ook nogal wat Duitsers. Maar ja, was hun eigen schuld, dan hadden ze wel weg moeten blijven. Dus die kwamen dus vanuit Schijndel, Eerde. En toen is ook de Koeveringse molen, zeg maar, afgebrand. De Koeveringse molen brandde af. De boerderij van Bakkers brandde af. De boerderij van Lindvragen brandde af. Het brandde daar gelijk af. En die mensen zaten allemaal bij ons in de kelder. Maar wij als jongens, wij mochten niet in de kelder. Wij zaten niet in de kelder, hè. Nee. Toen hebben we op een gegeven ogenblik had die Amerikanen geweldig op eieren en dan kregen wij sigaretten. Hè. En wij hadden toen een paar jongens, Oostrol, die woonden achter de Damian, hè, in die dingen, en die zaten bij ons ook. En toen zeiden ze, die jongens, wij gaan naar ons en dan gaan bij ons eieren halen. Maar wij moesten door die soldaten heen. Hè. En toen kwamen wij daar en toen was er een Duitser aan het lopen. En dat was een jongen van 18 jaar. En hij wist het niet meer. En die hebben we meegenomen. Die hebben we mee naar Amerikanen genomen. Als krijgsgevangenen. Ondanks de jongensachtige bravoure van Harry van Schijndel bewijst de aanval op de Koevering dat de Duitsers zich echt niet zonder slag of stoot gewonnen zullen geven. Hoe lang houden de geallieerden dit nog vol? De Duitsers zitten nog steeds heel dichtbij. En dat we daar nog veel last van zullen krijgen, zullen we de volgende keer gaan zien in deel 5. Als we het gaan hebben over de bevrijding van de rest van Sint-Oederode.